In deze branche terechtgekomen? Nou, dat is wel een grappig verhaal. Ik zit al jaren bij een toneelvereniging in Amsterdam. En toen ben ik me meer met de grim bezig gaan houden. En daar had ik eens een opleidingje voor gedaan op de amateur theaterschool. En toen kreeg ik van de acteurs en actrices steeds de vraag van: God, Paul, je bent toch met mijn huid bezig. Ik heb een droge huid en ik heb dit, ik heb dat. Wat kan ik daaraan doen? Toen dacht ik, ja, weet ik veel, ik ben grimeur. Maar toen ben ik me erin gaan verdiepen en toen bleek dat als je er wat meer van wil weten, dat je schoonheidsspecialist moet worden. En nou praat ik over 40 jaar geleden. Dus toen ben ik gaan uitzoeken hoe die opleiding in elkaar zat. En of ik daarvoor in aanmerking kwam. Nou, dat was een gedoe. Want er deden niet zoveel mannen die opleiding en ik moest dus voor een ballotagecommissie verschijnen. Om te kijken of ik wel gemotiveerd genoeg was om tussen al die halfblote vrouwen les te krijgen. Nou, ik ben goedgekeurd en zodoende ben ik die opleiding gaan doen. Hoe is dat dan als je als man daar binnenkomt? Want het is een vrouwenwereld normaal gesproken. Ja, nou, ik was er al redelijk aan gewend, want ik had mijn voortgezette opleiding op school. Was voor kleermaker. En dan zit je ook tussen hoofdzakelijk vrouwen. Dus ik was wel gewend om les te hebben tussen een hele groep vrouwen. En ik denk dat het voor de vrouwen meer een probleem was dan dat het voor mij was. Want je tweede jaar van je opleiding is lichaamsverzorging. Mm-hmm. En dan moet je lichaamsmassages geven en dergelijke. Ja, dat kan niet anders dan op een blote huid. Ja. Je mocht je broekje dan wel aanhouden. Ja, en dan zat er opeens een vent tussen 20 vrouwen die dus allemaal ontkleed moesten worden. Dus ik praat over 40 jaar geleden. Ja. Was dat best wel een dingetje. Maar ja, ik denk van het is voor jullie meer een probleem als dat het voor mij een probleem is. Dus, Je bent niet zo moeilijk. Nee. Geweldig. Nou, we hebben nog niet zo lang geleden gesproken dat je een aantal items voor Broken Media gaat maken. En ik ben er ontzettend blij mee, want ik vind het een gigantische aanwinst. Hoe kijk je daar zelf tegen? Nou, ik vind het wel leuk om eens wat uit te leggen uit de wereld van de cosmetica achter alle reclames die je ziet. Want de reclames beloven je van alles, dat noemen ze een claim. Ze claimen dat je geen rimpeltjes meer hebt en ze claimen dat je poriën fijner worden en dergelijke. En ze claimen, het is allemaal vrije radicalen en niemand weet eigenlijk waar het over gaat. En ik wil in deze artikelen eigenlijk een beetje in Jip en Janneke taal uit gaan leggen wat het allemaal inhoudt, zodat het ook begrijpelijk is wat al die claims zijn. Heb je al een idee wat je allemaal voor items gaat maken? Ja, ik wil wat misverstanden uit de wereld helpen. Dus ik wil eerst eens eventjes gaan uitleggen wat nou het verschil is tussen een dagcreme en een nachtcreme. Ja. Want dat snapt ook niemand. En ik wil over het verouderingsproces van de huid wil ik dingetjes. Hoe komt het nou dat je huid ouder wordt? En dat soort achterliggende gedachten wil ik in artikeltjes gaan schrijven. En de rest hou ik natuurlijk geheim, dat moet je maar lezen. Ja, en kijken natuurlijk. Hè. En kijken. Overal mooie video's onderzetten. Wat verwacht je ervan? Nou, ik verwacht dat mensen met een open blik ernaar gaan kijken. En aan het eind van de artikelen en de filmpjes denken van: oh, dat ik dat nog nooit eerder gehoord heb van iemand. Nou, dat is namelijk.